paar vraagjes. Je hebt Sinaï opgeschreven. Ja. Het is met je eigen ervaring putten gegeven. Ja, ja, ik ben naar Congo gegaan om eens even echt te voelen hoe dat is. Om zo ontzettend ver van huis te zijn. En in zo'n andere wereld terecht te komen zoals de Artsen zonder Grenzen dat meemaken. En dat is behoorlijk rauw, kan ik je vertellen. Dat is echt heavy stuff. Het werk van hulpverlener, dat is niet in de zon liggen onder een parasol. Dat is tot in je knieën gewoon door de modder en door de stront schokken. En dan gaan blijven staan. En staan voor hetgeen wat je doet. Nou, ik wist wel dat de wereld ingewikkeld in elkaar zat. Maar wat je wel voelt in deze film, en dat had ik misschien zelf ook nog niet zo in de gaten, dat idealisme wat je moet hebben om dit soort werk te kunnen doen, dat dat zo gefrustreerd kan raken door wat nou eenmaal de realiteit is en wat de grenzen zijn die er zijn in zo'n gebied waar je werkt, dat niet alles kan. En dat lijkt mij echt heel zwaar aan dit werk. Dat je gewoon tegen dingen oploopt die niet kunnen en dat je soms een mensenleven moet laten gaan omdat ergens anders 3 mensenlevens te redden zijn. Maar dat soort dilemma's, daar gaat die film over. Señor, nuestro jefe thuis tiene malaria. Y no lo podemos tratar porque no tenemos más ACT. Tenemos niños con diarrea y no los podemos curar. Señor, debe ayudarnos. ¿Desde cuándo una NGO acude a la guerrilla por ayuda? Eso va contra su neutrality principle. Sí, pero un niño está muriendo. Necesita medicina. Je hebt gefilmd in Argentinië, maar het land waar het zich afspeelt wordt niet genoemd, geloof ik. Nee, het is niet bestaand. De streek heet Amani, dat is een fictief land. Omdat wij wilden ook een universeel dilemma, wilden wij voor deze film als uitgangspunt nemen. En je moet niet te veel ruis hebben met hoe de daadwerkelijke politieke situatie is, want dan wordt het niet meer universeel. Want de situatie we hebben is vergelijkbaar met het zuiden van Congo, met Sri Lanka, met Colombia. Dat is allemaal volledig vergelijkbaar. Ja, dit speelt onder Indianen en het is een totaal ander landschap en de cultuur is anders. Er wordt Spaans gesproken, maar in feite komt het op hetzelfde neer. De Artsen zonder Grenzen opereert gewoon in conflictgebieden, waar ook ter wereld. Het kan ook in Siberië zijn. En het is een race dat je altijd tussen 2 partijen die vechten. En de mensen zijn slachtoffer, daar komt het eigenlijk op neer. Ik weet zeker dat de mensen die hem zien een blijvende herinnering aan zullen hebben. En misschien wat beter zullen begrijpen wat de moeilijkheden zijn. Als je werkt voor zo'n organisatie, wat de keuzes zijn die je moet maken. En dat het mensen zijn die op een hele onzelfzuchtige manier zich inzetten voor hun medemens, voor een betere wereld. En dat je die mensen eigenlijk maar op één manier kan helpen, hè, voor te zorgen dat ze fondsen hebben. Het gaat altijd over geld. Nou, ik zou het mooi vinden als het een soort bewustzijnsverandering een beetje teweeg brengt. Gewoon steunen van doelen, zodat mensen hun eerste rechten van het leven krijgen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, het zou wel goed zijn. Heb je de film zelf al gezien? Ja, vanochtend. Ja. Wat vond je er zelf van? Heel emotioneel. Ja, ik was erg onder de indruk. Ja. Hey. Hey, meisje. Hey, wat is het? Sorry. Nee, geen idee. Nee. Ja, het is goed. Even zitten. Ik ben absoluut geen moralist. Maar toen ik voor de research van die film ook in Congo ben geweest, 2 weken met Artsen zonder Grenzen om te kijken hoe het is, toen wist ik dat ik die film echt moest maken. En dan ga je van het idee, wordt het in één keer een must, een behoefte. Ik moet deze film maken. Een heel bijzonder hartelijk goedenavond. Uiteraard namens de Nationale Postcode Loterij en Artsen zonder Grenzen. Maar ook namens IDTV Film en A-Film. En ook een bijzonder welkom aan de voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Koenders. Ja. Wat fijn dat u er bent en uw betrokkenheid toont bij deze film. Want daarvoor zijn we hier vanavond. De première van de speelfilm First Mission. Momento, por favor, momento.
A ver acá que no se puede andar, no se puede circular para ningún lado. Oye, ¿y tú por qué quieres ir a Manis? ¿Conoces el lugar? Aquello territorio de guerrillas. Nadie quiere ir para allá.